En sinds de rellen in 2009 wordt de klassieker gespeeld zonder uitpubliek. Het is hier alweer een vergeten verhaal. De moord op een Nederlandse boer in Spanje. In 2010 werd hij gedood door de buren. Bij een klein bergdorp in het noordwesten van het land. Het gebeurde na een uit de hand gelopen ruzie over een stuk land. Het drama staat nu opnieuw in de belangstelling met een onlangs uitgebrachte film die volgende maand kans maakt op een belangrijke filmprijs. Zijn vrouw Margot woont nog altijd in dat dorpje en correspondent Rob Zoutberg zocht haar op. Ik weet zeker dat als Martin hier nog was, als hij niet vermoord was, dat hij dan zeer zeker heel trots geweest zou zijn. Ja, ja. En heel gelukkig ook. Maar ja, het heeft niet mogen zijn. Kom maar toe. Ze waren op zoek naar minder regeltjes en stilte. En het werd een krot in Santoalla, in het noordwesten van Spanje. In het gehucht woonde alleen nog een ouder echtpaar met twee volwassen zonen. En het klikte aanvankelijk. Toen we dus problemen kregen over het gebruik van het bos. En Martin die verdween in 2010. En natuurlijk dacht ik in eerste instantie, dat moet een ongeluk geweest zijn. No, Sean. Este sitio es mi proyecto de vida. Mío y de mi mujer. De gebeurtenissen zitten nu in de speelfilm Asbestas. Letterlijk de beesten. Verdad que me estaban. Martin wordt vermoord en verborgen door de twee broers. Het is een van de best bekeken films van Spanje en de kanshebber op de jaarlijkse filmprijzen. Nou, het ging uiteindelijk 4,5 jaar voorbij voordat het lichaam en de auto van Martin werden teruggevonden in een totaal verlaten stuk bos. Uiteindelijk werd de zoon van de buren gearresteerd, de jongste zoon. Hij werd tot 10 jaar cel veroordeeld. De film, die heb ik maanden geleden gezien. Maar de algemene indruk die ik nog steeds heb, dat is dat het echt een goede film was. Martin ligt op het kerkhofje van het dorp. Het oudere echtpaar is overleden. Hun zonen ziet ze niet meer. Als ik hier weg zou gaan, dan is dat niet alleen het einde van mijn leven hier in Santoalla, maar ook het einde van onze droom. Ja, dus nee, ik ga niet weg. Alleen zij is nog over. Het dorp Santoalla is stiller dan ooit. Ja, en dit was de laatste reportage van Rob Zoutberg. Hij werkte 18 jaar voor de NOS als correspondent in Spanje en Portugal en in Italië. We gaan naar Peter met het weer.